Als je een aardappelteler bent, dan kijk je iedere dag eerst even naar de lucht. Het weer speelt maar liefst 365 dagen lang een prominente rol. Het grootste gedeelte van de aardappelen van Johan en Bert gaan naar de frietindustrie. Maar denk maar niet dat iedere aardappel daarvoor in aanmerking komt. Grootte, kleur, textuur en bakkwaliteit bepaalt wie er wel en niet geschikt is voor de friet. Maar we staan in jullie aardappelveld. Ja. En er zijn natuurlijk aardig wat maanden aan vooraf gegaan, want nu begint het rooien. Maar het seizoen begint natuurlijk vele malen eerder. Ja, en voorjaar natuurlijk, en dan beginnen we met poten. Dus dat is het eerste wat moet gebeuren. Wat poot je dan? We poten de poter. En de poter is een kleine aardappel en die komt uit de grond. En vervolgens ontwikkelt die zich tot dit gewas, zeg maar. Dus je poot eigenlijk een aardappeltje in de grond. Ja, een heel kleintje. Dat groeit tot een plant. Ja. En er komen allemaal aardappeltjes onderaan. Ja, ze werkt er weer aan. Er stopt er eentje in de grond. Als je geluk hebt, krijg je er veel van. Jeetje man, wat een gouden business. Ja, als je het goed doet, dan kan het goed gaan. Ja, ja, maar het is ingewikkeld, hè? Ja, dit is een heel proces. Zullen we een stukje gaan lopen? Ja, is goed. Wat gebeurt er of kan er allemaal met een aardappel gebeuren en wat moet je doen om de juiste aardappel te krijgen die in het bakje van McDonald's mag liggen? Ja, dat is heel veel voor nodig. We beginnen met poten in elk geval. Dan hebben we een poter voor nodig. Ja. En die heeft ongeveer deze maat. Dit is de maat van de poter die we in het voorjaar in de grond stoppen. En van daaruit groeit die plant en aan die nieuwe plant daar komen weer nieuwe aardappels aan. Een stuk of 10, 15 zeg maar. En kan je deze nou nog een keer planten of moet je nu een nieuwe poter zoeken? Nee, die poter die geeft zich helemaal op, zeg maar. En die, is de voedingsbron ja, eigenlijk? Ja, dat is de voeding voor de nieuwe plant en daarna is die weg. Oké. Okay. Ja, die geeft zich helemaal op. Ondertussen hebben we afgelopen jaar wel 3 hittegolven op zo gehad. Wat doet dat met de aardappel? Aardappel is er heel gevoelig voor het weer. Dus elke dag moeten wij naar buiten kijken van welk weer hebben we en welke verzorging heeft het gewas nodig. Dus door de droogte moeten we beregenen, is het heel veel nat weer, moeten we gewasbescherming toepassen. Dus dat is elke dag kijken van waar heeft die aardappel last van of waar gedijt hij goed om. En dat moeten we gebruiken. Nou goed, aan de buitenkant kan je natuurlijk niet zien of die van de binnenkant geschikt is. Dat klopt. Hoe check je dat? Heel belangrijk. Voor friet natuurlijk dat hij een hele mooie frietje levert. En dan moet die binnenkant heel goed zijn. Nou, we gaan hem testen, denk ik. We zullen deze eens doorsnijden en dan zullen we zien of dat hij mooi blank is van binnen. Want dat is wel voor friet natuurlijk heel belangrijk. Als je deze openklapt, dan zie je dat hij hartstikke mooi... Hij is echt wit. Hagelwit, ja. Dat moet. Dat moet, ja. Voor McDonald's heeft dat het ijs. Dat hun frieten zijn daarbij ook zo blank. Zo mooi blank van kleur. Omdat ze zo'n ras gebruiken wat heel wit is, vlezig is van binnen. Behalve het blanke is dat hij mooi bakt. Ja. Dus de frietjes, iedereen ziet het wel eens in de frituur, dat die niet allemaal even mooi gelijk van kleur zijn. Ja. Het heeft te maken vooral met het zetmeelgehalte in die aardappel. Als er genoeg zetmeel in zit, dan bakt hij heel mooi, egalig in één kleur. En willen we dat snel weten hoe deze aardappel nou is, dan doen we wel eens over elkaar strijken. En dan kun je zien, dan zie je het schuim er al opkomen dat hier al zetmeel in zit. En dan wijst dat hij eigenlijk geschikt is om de frietjes van te bakken. Waarom gaat iemand aardappelen telen? Omdat we daar een passie voor hebben om dat te doen. God, ik sta hier naast een man en die heeft een passie voor de aardappel. Ja. Ja, want je doet het samen met je broer. Ja. Schouder aan schouder. We gaan natuurlijk nog het ouderlijk huis zien en je ouders en je broer. En wat iedereen allemaal doet in het familiebedrijf. Maar die passie voor aardappelen, die hebben jullie niet van je ouders. Want die hadden nog een gemengd bedrijf, toch? Ja, zoals veel mensen vroeger. Ja. Allemaal van alles wat, dus kippen, varkens, koeien. En daarbij akkerbouw, dus granen, bieten, aardappelen en asperges zelfs. En dat heeft allemaal in de loop der tijd plaatsgemaakt voor één gewas, omdat wij vonden dat het beste bij ons past om te doen. Zoveel drukte en dan in één keer is iedereen weg. Ja, inderdaad. Ja. Sta jij moedersiel naar hoeveel kilo aardappels te kijken? Ja, het ligt stil. Ja, waarom dan? Ja, het regent, hè. Ja, dat zie ik. Maar is het dan stil? Is dat logisch? Ja, met regen weer. Die aardappels die moeten droog naar binnen.
Als ze nat worden, kunnen we ze dan niet... krijg je rot erin of zo. Ja, heel vaak is dat een aanleiding dat zo'n aardappelberg rot kan worden. Dus we willen niet dat aardappels nat zijn als ze de opslag ingaan. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik heb toch al veel gezien, maar dit nog nooit. Hoeveel ton kilo's liggen hier? Ja, we hebben meerdere opslagen. Hier in deze opslag gaat ongeveer 1700 ton in, zeg maar 1,7 miljoen kilo. Ik wilde eigenlijk naar je broer toe gaan. Ja. Om het rooien te gaan bekijken. Maar als het hier stil ligt, dan zal het daar ook al stil liggen. Ja, als lang als het regent, ligt het stil. Dus we kunnen niet voor opslag rooien als het regent. Maar ik hoop dat de zon doorbreekt en dan kunnen we naar het rooien toe. Je bent een rasoptimist, want ik ga er geen zon zien komen. Maar het betekent dus eigenlijk dat als het droog wordt, al is het pas om 6 uur, dat je broer dan verder gaat tot het klaar is. Wanneer is het dan klaar? Het schuift gewoon op, zeg maar. Want anders krijgen we steeds meer problemen op het einde om alle oogst binnen te halen. Dus we moeten wel per dag een bepaalde hoeveelheid avonds binnen toe. Ja, maar een bepaalde hoeveelheid, tonnen dus? Ja, liefst 600-700 ton per dag. Dat is eigenlijk het schema. 600-700 ton per dag? Dat proberen we in elk geval. En dan wanneer ben je dan klaar? Ja, dat is rond 1 november willen we graag klaar zijn in verband met mogelijk vorst. Maar is het dan 20 dagen maal die 700 ton? Dat proberen we gemiddeld te halen, ja. En als er een regen nog tussen komt, dan schuift het op. Dus hoe willen we dat inhalen? Moeten we meer in de nacht werken? Dit is zo bizar, want we zijn 30 kilometer verder gereden. Kijk eens, dit is gewoon hemels, daar met bakken uit de lucht. En zijn broer maar denken dat het hier stil ligt, terwijl hij vet aan het rooien is. In maart, april en mei wordt er geplant. En de vroege rassen worden in augustus en september gerooid. Maar vandaag is het de beurt van de late rassen. En er is geen moment te verliezen, want alles moet voor 1 november binnen zijn. Maar wat doet de machine dan nu? Ik het natuurlijk fantastisch zien. Hier komen ze eerst. Ja. En dan komen ze hier. En dan gaan ze naar boven toe. En dan komen ze hier. Oh. Word je hier nou blij van? Wel van. Ja, dit is toch jullie business? Ja, dit is nu oogsttijd. Ik doe het graag, ja. Ja? Is het een goede oogst? Oh, die gaat ons inhalen. Daar zit je zoon. Ja. En wat ben je? Hij vindt het leuk, hè? En je hebt super mazzel, man, met dit weer. Het weer is goed. We hebben vanmorgen wel een flinke bui gehad, maar ja, nu gaat het weer. Als het nou regent, heb ik begrepen, dan moet je stoppen. Maar ja, vannacht door, 12 uur, dat kan ook, hè? Ja, maar dat doen we ook. Gisteravond was het ook 12 uur. Echt waar? Ja. Maar dan en als het perceel zegt, als je moet een paar uur rooien, dan werk je het af. Dan ga je niet, anders moet je die dag daarna weer terug. Dat is ook heel duur, hè? Met jou. Ja, dan moet je proberen s'morgens een nieuw perceel te beginnen. Ja, wat voor karakter moet je nou hebben om dit werk te doen? Ja, gewoon stug doorgaan. Stug doorgaan. Ja. Heb je ook wel eens dat je dingen opgraaft op deze manier? Ja, ik kan iedere dag wel wat ijzer naar boven, ja. Ja, wat is het gekste wat je ooit in je machine hebt gehad? Ja, granaten bijvoorbeeld. Een? Granaat. Dat echt waar? Dat komt ieder jaar wel een keer voor, ja, ja, ja. Ieder jaar een granaat in je machine, wat doe je dan? Nou, die gaat er mooi doorheen en die gaat op de kiepwagen en thuis halen ze hem van de band. Dus ja, ik snap ook niet, maar het gaat altijd nog goed. Ik vind het een stuk minder leuk worden in één keer. Nee, maar dat is wel zo. Dat komt ieder jaar wel een keer voor, ja. Moet je dan de explosieve dienst niet bellen? Ja, dan wordt hij gebeld en dan komen ze het opruimen, ja. Lekker nuchter, hoor. We hebben net op de machine gezeten. Ik weet en wat die kost. Ja, dat weet ik zelf niet. Zal ik het je verklappen? Ja, ik denk rond de 4 ton. Nou, op de kop af. Oh, ja. Ja, echt. Ja, ja. Niet normaal. En dan kijk je hiernaar en dan zit ik tussen jullie in. En dan ga ik gewoon bijna een eeuw terug lijkt het wel. Als je naar deze foto's kijkt. Ja, dat zei mijn vader toen al. Wat jullie meemaken, die generatie, dat noemde hij van zicht tot combine. Dus dat is de vroegde kraan af, zicht hij. Toen met de kleine machine, toen met de zelfbinder en toen met de combine. Een grote ondernemer zijn jullie zonen nu. Ja, ja. Het gaat om facts en figures. Hè? Er komt een enorme. Ze zijn ook groot. Jullie hebben ontzettend veel hectare die jullie beplanten en oogsten. Hoe kijk je daar nu naar? Zijn dat nog boeren, jullie zonen? Ja, ik denk van wel, ja. Ja? Maar dat vraagt gewoon de tijd. Bijvoorbeeld als je 5 hectare aardappelen hebt, dat was vroeger heel veel.
En tegenwoordig krijg je nog geen contract meer voor ze kwijt te worden. Dan zeg je, ja, dat is eigenlijk te weinig. Dus ze dwingen alles toe naar massa. Johan en Bert werden al op jonge leeftijd door hun vader gevraagd om mee te werken. En dat betekende al vroeg hard werken, soms geen vakantie. En ook de weekenden stonden in het teken van het bedrijf. Dat de jongens zo vroeg meegewerkt hebben. Jullie kinderen? Ja. Ja, de ouders van hem, ja, hè? Ja. Ja. Ja, Johan en Bert. Ja, ja. En, moest dat van u? Weet ik veel wel, joh. Want ja, als ze dat niet deed, bijvoorbeeld toen het regende, salaties, dan moesten die buizen s'nachts gaan verleggen. Dan, als ze er met meerdere was, dan kon je dan in heel korte tijd 10 buizen achter elkaar verder plaatsen. En dan kon het weer een paar uur regenen. Want als het was, dat was verloren. Dus dan moesten, ja. Heb ik het s'nachts uit bed gehaald. Ja, ik hoor hem. Opstaan! Kom op! Ja, dat deed hij, hè? De ruit. Ik heb nooit kritiek gehoord. Maar dan waren er veel jongens en meisjes die gingen naar het kamp toe. En je weet nou, de Jong Nederland. Ja, ik weet hoe dat allemaal heette toen. En vakantie, en dan moesten ze hier werken. Het heeft wel wat opgeleverd. Een prachtig bedrijf. Iedereen, het is echt... Een en al harmonie. Dat is echt prachtig om te voelen als we binnenkomen. Iedereen heeft het gezellig en leuk met elkaar. Ik denk dat u daar ook een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Ja. Ik denk dat jullie elkaar heel erg compleet hebben gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hoe de toekomst staat... Ja, zit daar te lachen. En zij hebben de overalletjes al aan. Ze zijn meegeweest op de tractor. Wat een toppers. Prachtige kleinkinderen hebben jullie. Wat denken jullie? Wie gaat dit voortzetten? Ja, dat moet ik me niet mee. Dat zal de tijd wel leren. Oh, hij is ook nog eens heel handig. Heel politiek, hoor. Maar je hoopt wel dat het doorgezet kan worden. En dan natuurlijk ook... De puree van oma, die... Wat stopt u erin? In de puree? Peper, nootmuskaat, klontje boter en melk. Klontje boter, hè? Stoppen we er gewoon weer lekker ouderwets in. In al die zalige producten die je natuurlijk van aardappelen kunt maken. Het is wel, we hebben wel één lege stoel eigenlijk, hè? Want Bert is gewoon nog aan het oogsten. Moet iemand werken. Ja. Wat dat betreft, ik bedoel, ligt hij eenmaal... Op je bord komt hij in je mond, geniet je. Mm-hmm. Maar ik zei het net al, hè, het leven van een aardappelteler gaat niet over rozen. Nee, niet altijd. Nou, geniet ervan. Aanvallen, kom op. Even klappen. Win de Mario. Dit is natuurlijk zo ontzettend leuk dat je dat hele gezin, de aardappeleters, met elkaar aan tafel ouderwets genieten.